We gaan praten met Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij hebben een alternatieve crisisbijeenkomst gehad afgelopen zaterdag. Zij hebben opgeroepen tot een ander Nederland. En wij dachten altijd dat u ook voor een ander Nederland was. Zeker. Maar u was er niet bij. Anders ja, zelfs onze slogan van D66. Nee, ik ben erg voor samenwerking. En de afgelopen jaar hebben we ook, als het ging om het passend onderwijs en het persoonsgebonden budget, de bezuinigingen op de griffierechten, cultuur, natuur, trekken we samen op. Vind ik ook belangrijk. Maar als drie partijen een coalitie vormen, is het niet zo dat de overgebleven, dat zijn er zeven, ook een eenheid zijn. En ik vind het plan wat zaterdag gepresenteerd is. Ja, ik snap de urgentiegevoelens dat er een alternatief moet komen. Maar dit is toch een beetje een lappendeken van korte termijn maatregelen. Slecht voor de overheidsfinanciën. En het doet ook niks aan de economie. En dat moet nou juist wel gebeuren. Ja, maar heeft u dat, want Jolande Sap heeft geloof ik u nog een soort persoonlijk opgeroepen van doe nou mee. En GroenLinks en D66 staan heel vaak redelijk dicht bij elkaar. Ja. Ja, nou ja, maar dit is ook niet meer het GroenLinks wat ik onder Halsema kende. Als je kijkt naar het stemgedrag van GroenLinks het afgelopen jaar, is dat veel vaker met de SP. Ja, en nogmaals, het is niet rechts en dan moet het maar helemaal links zijn. Wat D66 wil, is juist in het midden, in het radicale midden, waar progressief, bedoel, dat woord wil ik graag overnemen, zaken moeten veranderen, maar niet... Het programma wat nu zaterdag gepresenteerd is, staat één getal in. Ja, je moet op zijn minst een alternatief bieden wat ook doorgerekend is en wat houdbaar is. Maar gaat het nou om de plannetjes of de plannen, eerbiediger geformuleerd, of gaat het om de samenwerking met die partijen en het profiel dat die partijen hebben wat u niet aanstaat? Nou ja, kijk, fotosamenwerking doe ik sowieso niet voor. Nee? Maar kijk, nou, laten we nou eens één onderwerp nemen. De AOW-leeftijd. Er ligt een pensioenakkoord. Dat hebben CDA en VVD kunnen sluiten dankzij de steun van de PvdA. Als het aan Roemer en de SP ligt, gaat het morgen van tafel en verhogen we de AOW-leeftijd nooit. 65 blijft 65. Als het aan GroenLinks ligt, samen met D66, gaan we veel sneller beginnen. Wat mij betreft beginnen we volgend jaar en doen we gelijk 3 maanden erbij. Want we zullen langer moeten werken en dat levert geld op. Volgende maand 3 maanden erbij? Volgend jaar 3 maanden erbij. D66 heeft gezegd... Wat levert dat op? En dan, dat levert. Als je per jaar 3 maanden erbij doet, ben je in 8 jaar tot 67. Dan heb je een geleidelijke spreiding. Sluit je dus niet uit tot 2020. Heb je een 7,5 miljard... bezuinigd. Ik zie de hier twee kandidaat gepensioneerden teleurgesteld bezorgd kijken. Ik ben net 65, dus daar ga je al. Maar de heren en dames hebben waarschijnlijk kinderen en kleinkinderen. Ja, en dat is het grootste probleem. Ja. Wij geven in Nederland op dit moment 10 miljard per jaar uit aan de rente over onze staatsschuld. Mm-hmm. Dat moet dus teruggedrongen worden. Niet omdat Brussel dat wil, maar omdat we de afgelopen tijd te veel hebben uitgegeven. U weet dat de Partij van de Arbeid heeft ook een akkoord gesloten met de regering over de pensioenregeling. Dus ik neem aan dat die wel met u willen praten daarover. Misschien GroenLinks ook wel. Dus er zitten wel vrienden op die foto. Als ik het goed heb. Natuurlijk. Ja. Luister, we hebben, want kunnen want dat is natuurlijk de vraag. U wilt dat het kabinet bij wijze van spreken morgen valt. Graag. Ja. Ik zal er geen traan om laten. Deze drie mensen hebben dan een soort samenwerkingsverband? Nee. Kijk, luister, Ze het voor. Ze willen een ander Nederland. Op het moment dat het kabinet valt, hebben ze een alternatief. Dat is waarom zij het doen, toch? Nee, dat is niet een alternatief. Want ik zeg zojuist, in het hele programma van zaterdag staat één bedrag. En dat is namelijk om 75 miljoen uit te trekken voor werkloosheid. Om 10.000 banen te scheppen. Volgend jaar verliest Nederland 90.000 banen. Onze staatsschuld van 400 miljard. Ja. Onze hypotheekrente die we met z'n allen aan 600 miljard schuld hebben. Dat zijn de problemen. En daarvoor moeten die structurele hervormingen, die op de langere termijn zijn, maar de langere termijn begint vandaag, die moeten worden aangepakt. Maar morgen valt het kabinet. Dat was even de werkhypothese waar u erg blij mee zou zijn. Dan. Met wie wil u dan wel samenwerken? Met iedereen die bereid is om nou eens niet meer de kiezer naar de mond te praten. Ja, noem maar. Maar welke partij? Daar zitten deze partijen bij. Ja, maar die zoeken elkaar op. En die hebben u uitgenodigd. Ja, u doet niet mee. Op een nieuwjaarsbijeenkomst. Maar dat is wat anders dan een alternatief te zetten. Kijk, dat Rutte een onzalig kabinet heeft. Dat het CDA misschien aanstaande zaterdag weer naar links trekt. Ik hoop dan naar het midden, want ze moeten nog een flink end voordat ze dan naar links zijn. Dat vind ik allemaal muziek in mijn oren. Maar we zullen in Nederland moeten overbruggen. We zullen arbeidsmarkt en woningmarkt. Als het aan deze drie ligt, dan gebeurt er niks aan de arbeidsmarkt. Er zijn ook een heleboel agendapunten van deze drie waar u wel achter staat. Als het gaat om de hypotheek, of het onderwijs, om de integratie. Ja, had dat het onderwijs er maar in gestaan. Maar mijn vraag is veel eenvoudiger. Ja. Als morgen het kabinet valt, met welke partijen zou u dan, gelet op al die cijfers die u net op tafel heeft gegooid, graag willen samenwerken? Ik sluit geen partij uit, behalve de PVV, dat heb ik altijd gedaan. De SP dus ook niet? Als de SP
eindelijk eens een keer ziet dat Europa niet een boeman is, maar iets is waar we heel veel welvaart aan krijgen, wil ik graag met de SP praten. Als u daar zaterdag naartoe was gegaan, had u dat met hem kunnen bespreken? Ik ben 4 dagen met Sint Koenders geweest. We hebben ongelooflijk veel kunnen bespreken. Ik heb zelfs met een van degenen in een bunker mogen slapen. Bang op dus de foto te komen. U was bang op de foto te komen. Nee, een nieuwjaarsbijeenkomst waarin je zegt dat het anders moet, is één. Maar als ik dan de plannen bekijk, en Plasterk van de PvdA gaf het zelfs schoorvoetend toe, ja, we moeten het nog wel verder uitrekenen. Dat is dan toch geen alternatief? Ja, maar er waren een heleboel, zei ik net al tegen u, een heleboel punten waar u wel die andere partij kunt vinden. Dat doe ik de hele dag. Maar ik kom terug op een vraag die mij echt interesseert. Ja, ja, ja. Als het kabinet valt, ja, met wie wilt u samenwerken? Met iedereen? Ja, met iedereen. Wat ik wil, is dat niet, hè, denk even terug, Rutte. Die zei, rechts Nederland kan nu zijn vingers aflikken. Nou, dat betekent dat links op een houtje mag bijten. Dat gaan we dadelijk niet spiegelbeeldig veranderen. Wat in Nederland weer moet gebeuren. Met wie wilt u samenwerken, meneer Paars Plus? Ik was in 2010, meneer Witteman. In 2010 was D66 de eerste partij die een coalitie aangaf voor de verkiezingen. En dat betekent wat mij betreft dat we weer eens met rechts en links gaan Paars samenwerken. Paars Plus betekent, want dat is even helder dan VVD, voor de kijker die het beetje vergeten was. VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66. Ja. Zeg ik dat goed? Dat was toen een meerderheid. En ja, dat is nog steeds een meerderheid. En dat heeft nog steeds uw voorkeur. Dat heeft een voorkeur. Ja. En als het CDA eindelijk Wilders loslaat, is dat een partij waarmee ik kan samenwerken. Ik sluit de SP niet uit. Wat ik wil, is dat we de hervormingen die zo nodig zijn op woningmarkt, op arbeidsmarkt, op zorg, nu eens door gaan voeren. Dat we mensen daarmee niet naar de mond praten. Dat we daardoor kunnen investeren in onderwijs. Mm-hmm. Dat we de duurzaamheidsagenda een keer kunnen uitvoeren. Naar het plaatje. We hebben u uitgenodigd om te reageren, ja, waarom u daar niet was afgelopen zaterdag. U vervangt dus dan de SP door de VVD. Zeg ik dat goed? Ja, u zit, meneer Witteman, vast. Ja, nee, maar voor de partijen. Voor ja, de partijen. Ja, ja. Klopt toch? Klopt het? U mag hier met dat plaatje. Ik heb het liever over de inhoud van partijen. Ja, want partijen en partijleiders kunnen morgen veranderen. Afgelopen zaterdag een toptarief van 60%. We hebben al een heel hoog belastingtarief in Nederland. We zitten in Europa tot een van de hoogste. Wat D66 wil, is de belasting aan de onderkant verlagen. Daar zou ik met deze graag eens over praten. Als mensen meer in de portemonnee houden, maar we wel durven te zeggen dat de hypotheekrente langzaam moet worden afgebouwd, dan investeer je in de economie. Maar hogere belasting voor de rijken bent u niet voor? Hogere belasting, wat hoor je dan? Een solidariteitsmaatregel. Dat betekent, als ik naar hun programma's kijk, van hun verkiezingen, dat is dan boven de 150.000 moet je 60% gaan betalen. Dat is 200 miljoen. Dat is evenveel als de bezuiniging op het passend onderwijs. Dat is peanuts, symboolpolitiek, als je niet durft te zeggen, de arbeidsmarkt, ontslagrecht, WW-duur, die AOW-leeftijd, mm-hmm, daar zitten de miljarden. Ja. Aan uw stemverheffing te oordelen, rekenen we op verkiezingen op korte termijn? Gepassioneerdheid, dat is wat anders. We rekenen op Paars Plus. Ben je er nog? Ja, is het afgelopen? Ja? Goed, we rekenen op Paars Plus. Bedoel je jij ook? Nee, we hier in dit gesprek. Oh, jullie. Ja, goed. Waar we op mogen rekenen, is dat als dit kabinet inderdaad deze week valt, dat partijen weer eens zien dat de polarisatie op de flanken geen zin heeft. Dat wij werkgevers en werknemers, huurders en kopers, maar vooral jong en oud zullen mee moeten nemen. En de tijd van uitstel, wat we onder Balken en de Vier hebben gehad, en wat we nu weer hebben gehad van de echte maatregelen, dat gaat ons opbreken. En die urgentie, daar ga ik voor.